Je had acht tieners, die wonen in een dorpje ergens in het oosten van Schotland. En ja, die wonen allemaal in dezelfde straat. En vijf ervan waren voor Rangers en drie voor Celtic, maar dat waren gewoon vrienden. En die gingen ook allemaal naar deze wedstrijd, maar wel in verschillende supportersbussen. Dus vijf gingen in de Rangersbus en drie in de Celticbus. En na de wedstrijd kwamen ze terug, de Celticbus. En toen werd er wel vraag, ja, er is iets gebeurd bij Ibrox, maar ze wisten nog niet precies wat. Jongens, goedenavond. Hey, goeie avond. Jij wederom vanuit een besneeuwd Schotland. Of ik weet niet of Schotland altijd besneeuwd is, maar jij wederom vanuit Schotland wat besneeuwd is. Zo had ik hem moeten openen. Ja, het is meer beijsd nu. De sneeuw is iets of wat gesmolten en daarna is het weer gaan vriezen. Dus het is nu een spiegel. Ik kan zelf het huis niet uit omdat het te glad is. Maar ik kan wel vanuit het Schotse hoofdkantoor van Staantribune zitten. Ik heb ook een mooi uitzicht en dan zie ik iedereen. Met veel moeite lopen. Ik zie mensen uitgeleid. Toen mijn vriendin naar buiten ging, dat hebben we ook gefilmd en uitgelachen. Want dat is echt heel gevaarlijk. Je kunt er echt, ik heb het ook geprobeerd, maar je moet echt bijna helemaal op je handen en voeten naar buiten lopen. Dus, en het is nog tot dit weekend. Dus het is nog een paar dagen afzien. Normaal wandel ik wel te veel op een dag. Een beetje relaxed tussen het schrijven door, maar dat is nu niet mogelijk. Dus het is afzien. Dus het tweede boek van Buenos Aires is relatief snel af. Ja, zolang dit blijft duren, dan, dan is er weinig anders te doen. Hey, maar jij bent afgelopen weekend ben je nog wel op pad geweest. En wel op 2 januari. Dat was, ben jij geweest naar Glasgow. En waar wij deze podcast over willen gaan hebben, heeft natuurlijk ook met Glasgow te maken. En dan met name richting de Ibrox ramp in het stadion in 1971. From the stunned city of Glasgow, pictures of the aftermath of Britain's worst ever soccer disaster. 66 spectators, many of them children, lost their lives when these safety barriers gave way. Wat kun jij daar? Nou, laten we eerst beginnen. Wat deed jou doen die kant op gaan? Ja, op zich logisch natuurlijk die 50 jaar. Maar de Old Firm was weer op die 2 januari. Maar er mochten geen supporters bij, geen in het stadion. Ook werd er opgeroepen door onder andere de coach Steven Gerrard. Van, kom alsjeblieft niet naar het stadion. Hoe belangrijk deze dag ook voor de club is. Wat deed jou toch die kant op gaan? Oorspronkelijk, toevallig had je een mooi bruggetje gemaakt zonder dat je door had. Oorspronkelijk zou ik dit seizoen voetbalstad Glasgow schrijven. Ik wil ieder jaar zo'n voetbalstad doen. Alleen nu had ik zoveel info uit Buenos Aires. Dat ik op een gegeven moment dacht, daar kan ik er eigenlijk wel 2 van maken. Want als er dat boek veel te dik, dan moet ik zoveel schrappen. Ja. En, maar dat kwam ook goed uit, want er was corona. Dus ik had dit jaar gewoon, dat is heel lastig geweest. Je kunt niemand interviewen, je kunt wel een wedstrijd, er zit niemand. Dus het was dit seizoen ook heel lastig geweest. Dus achteraf gezien ben ik blij dat ik dit jaar nu een tweede Buenos Aires doe in plaats van Glasgow. En een van de redenen om Glasgow te doen was, of er zijn eigenlijk 2 redenen. De eerste is dit seizoen, Celtic had 9 keer op rij, is 9 keer op rij kampioen geworden. Dat is al eens een keer eerder gebeurd. En Rangers heeft ook een keer gedaan. Dus dit seizoen zou draaien om, haalt Celtic die 10 op een rij of houdt Rangers er tegen? Dat is sowieso een interessant haakje om dat boek te schrijven. En de tweede was dat de ramp op Ibrox, die is dit jaar 50 jaar geleden. En ik dacht, dat was ook toen was de stad even een tijdje in rouw. Normaal haten die twee elkaar, maar dat is even voor een paar weken is dat even niet geweest. Waren ze voor even samen. Dus ik dacht, dat is ook een interessant ding. Dus daarom wilde ik daar naartoe. Nou, dit jaar is het niet mogelijk. Geen fans zijn toegelaten en zo. Alleen ik dacht, ik wil er toch naartoe. Maar ik heb geen perskaart aangevraagd, dus ik wilde niet naar binnen. Ik dacht, dan zit je daar binnen en dan zie je gewoon die wedstrijd. Dat is niks zonder die fans. Ik wil zien wat er buiten gebeurt, omdat er niemand mocht komen. Dus ik zie of toch mensen komen. Nou, er werden kansen gelegd door Celtic en Rangers. En daarna gingen zij naar binnen voor te bereiden op die wedstrijd. En toen kwamen er toch, er waren wel wat mensen. Die gingen ook nog even naar dat ding toe, wat neerleggen, wachten en even nadenken. Ja, ik kon natuurlijk niet, want het is hier een totale lockdown, dus ik kon niemand aanspreken. Of als ze connectie hadden met iemand daar. Maar als ik ben even gaan kijken, rondgelopen, er kwamen wel continu
de hele tijd mensen even spullen brengen. Dus ik ben nog even naar die trappen gelopen, waar vroeger die Stairway 13 was. Die hebben ze wel afgebroken, maar dat is nu een nieuwe trappen. Daar was ook allemaal sjaaltjes opgehangen en zo. Dus ja, ik wilde gewoon even kijken hoe het die dag was, hoe zoiets leeft, terwijl je er eigenlijk niet naartoe kunt. Dus, ja. Maar misschien was het wel, wat sommigen zeggen, hebben we nu echt de cultuur van dat herdenken moet heel massaal voor alles. En dat is nu, en dat was nu natuurlijk helemaal niet. En dat had ook wel iets. De mensen die nu kwamen, die wilden per se even naartoe. Ja. Niet per se omdat er een groot media evenement mee was, maar puur om even daar te zijn. Dus dat had ook wel iets, vond ik. Dus ja. Ik heb zelf niks van de wedstrijd gezien. Je kon wel, je had één zo'n hek, daar kun je wel een beetje doorheen kijken. Maar er was heel veel politie, die stuurde iedereen continu weg. Alleen er zat ook een gehandicapte in een rolstoel. En ja, die konden ze natuurlijk niet wegsturen, want dan heb je geen deugdpunten. Dus die kon mooi iets van de wedstrijd zien. Ja. En daarna ben je weer huiswaarts gekeerd vanuit... Ja, ik ben naar de eerste helft gegaan. Ja. Want toen had ik het wel gezien daar. Ik ben nog even naar Turt Lanak gegaan, omdat het allemaal sneeuw lag. Dat was wel interessant om daar even rond te kijken. En toen ben ik naar huis gegaan, ja. Dus het vink telt niet. Nee, je bent niet ingecheckt, zeg maar. Nee, dat had ik eigenlijk moeten doen. Shit, maar ja, dat werkt vaak niet. Dat is heel irritant. Dan had ik helemaal zo kapot kunnen maken, ja. Hey, en even... nou ja, goed, je bent dan bij die... Er was niet echt dus een herdenking, zeg maar. Er werd natuurlijk wel stil bijgestaan, omdat er bloemen en dat soort dingen, zag ik, neergelegd werden in sjaaltjes. Spreek ik even voor mezelf. De Ibrox-ramp zelf. Ja, ik wist ervan, maar ik had er nog nooit zo echt een beetje in verdiept. Zoals we nu met die 50 jaar ga je er natuurlijk wat dingen over lezen. Er komen artikelen op bij de BBC en de documentaires ga je een beetje kijken. Hillsborough is natuurlijk vrij bekend, het IJsseldrama. En daarna ebt het een beetje, denk ik, in grote lijnen weg. Is dat terecht of deel jij die mening niet dat die ramp bij de normale voetbalsupporter niet zo bekend is? Ja, ik denk met Hillsborough is altijd ding geweest dat de schuld aan de supporters werd gegeven. Dus je hebt continu die rechtszaken gehad. En ik denk dat daarom Hillsborough, niet eens omdat daar de meeste mensen zijn gestorven, maar puur vanwege dat er klopt iets niet, dat was vrij duidelijk bij iedereen. Er werd gewoon gelogen door de politie. Dat ik denk dat die daarom zo lang in het nieuws, want dan was er weer een rechtszaak, dan was er weer dit, dan was er weer dat. Dus die is altijd bij iedereen in herinnering gebleven. Liverpool was op dat moment natuurlijk het beste team in Engeland. En ik denk, Bradford is natuurlijk al een kleinere club. Dus daarom. En Rangers, dat is nog wel langer geleden. Je hebt ook natuurlijk, maar daar komen we straks weer op terug, nog wat andere rampen gehad. Maar ik denk puur de grootte van de club, dat het... En dit was op beeld. Je hebt... Als je wil kun je die beelden van Hillsborough zien. En bij Rangers kun je wat foto's zien van achteraf, maar dat is weinig. En in Bradford heb je die beelden, maar die zijn... Ja, de familieleden willen eigenlijk niet dat die... dus je kunt ze wel vinden, maar ze zijn niet heel makkelijk voorhanden. Dus ik denk dat dat allemaal meespeelt, waar door Hillsborough de bekendste ramp is eigenlijk. En deze wat minder. Dit was ook in 1971 en de club wilde eigenlijk het zo snel mogelijk vergeten, want ja, een beetje onder het tapijt schuiven. Dus ik denk dat het ook... En ook de nabestaanden, die wilden op een gegeven moment vergoeding, club aanklagen. Die zijn eigenlijk door andere Rangers fans aangesproken. Hey, je maakt dus een club kapot als je dit doet, dus dat moet je niet doen. Dus het werd eigenlijk echt onder het tapijt geschoven. Ook het monument ter herinnering aan die gestorven mensen is pas na 30 jaar neergezet in 2001. Dus ja, de club liep ook niet zo te koop met een ramp. Ik denk dat ook meespeelt. De laatste jaren wel, sinds 2001. Wat ieder jaar gedacht. En in zoals 30 jaar, 40 jaar. En dit jaar was allemaal een heel groot herdenken geweest natuurlijk. Waar ik een beetje van stond te kijken is de achtergrond van het verhaal. Er speelde zich eigenlijk tot aan die bewuste 2 januari 1971 al een aantal dingen af voordat dat überhaupt plaatsvond. Dan zou je misschien verwachten, er is een keer geweest dat er... signalen waren, voorwaarden van, het zou wel eens mis kunnen gaan. Maar ik las eigenlijk zelfs, en dat is eentje in de jaren daarvoor, dat er al veel meer incidenten waren geweest, waar het eigenlijk gek is, dat er nooit ingegrepen is. Ja, dat klopt. Het is ook,
mensen die voor de. Ik heb twee maten die voor modder wel zijn, maar hun pa was voor Rangers. En die kende, die heeft ook wel eens over die trap gezegd. Die zei, die probeerde altijd een andere uitgang te pakken. Want die Stairway 13 is het. Die was heel, die is heel gevaarlijk, oneven treden, omdat er zoveel mensen overheen liepen. Dit was de uitgang dat je naar de metro loopt. Dus als je Ibrox een beetje kent, is waar de metro komt en dan naartoe loopt, dan zie je daar de clubshop. En This is Ibrox staat er heel hoog boven. Dat is de trap eigenlijk waar dat ongeluk is gebeurd. Dus die werd ontzettend veel gebruikt. En als de Old Firm werd gespeeld, dan kwam er extra volk op af. Dus dan zat daar wel 80.000 man in het stadion. Dus het is ook al die ongelukken. Er gebeurde wel vaak iets. Mensen die gleden uit en er werd wel eens iemand brak zijn enkel of een pols of zo. Maar er zijn voor deze ramp al eigenlijk 3 kleine rampen gebeurd. Eerste was in 61, ook na een Old Firm. Dus dat er gewoon 25.000 man meer in het stadion zitten. Eigenlijk gebeurde hetzelfde. Het is heel gek. Wat iedereen zegt, het leek wel een soort generalen van de lamp, van deze ramp. Het was Rangers stond achter, 1-2. En vlak voor tijd, of net in blessuretijd, maakte Rangers 2-2. Dus er waren al fans op weg naar de uitgang. En toen werd er gejuicht van yes, 2-2. En door de juichen kwam er toen zo'n, omdat er zoveel mensen liepen, vielen er wel mensen om. En toen zijn er ook zijn er 2 overleden die dag. Maar ook heel veel gewonden en zo. En ik heb ook een stuk gelezen van een journalist, die was toen pas 14, die werd toen ook geplet. Die werd ook, hij schreef dat hij, eigenlijk het leek of hij werd opgetild, maar niet bewust door mensen, maar hij werd gewoon geplet door zijn voor- en zijn achtergangen, maar hij was natuurlijk nog een kleine man. Dus hij werd zo opgetild en hij kon niks meer. Hij kon niet meer, niks meer sturen en uiteindelijk, hij brak een rib en hij beet op zijn lip, dus er was heel veel bloed, maar ja, de mensen die echt vielen, waar iedereen overheen liep, die waren veel zwaarder gewond. En daar zaten ook de 2 mensen bij die zijn overleden. Ja. Naar de rand werd onderzoek gedaan. En ze van, ja, dit ding is gewoon veel te onveilig. Die moeten er iets aan doen. Nou, dat heeft Rangers niet gedaan. Dus 6 jaar later, weer naar een Old Firm, gebeurde weer een ongeluk. Dit keer overleed er iemand, wel een aantal zwaar gewonden. Maar weer eigenlijk precies hetzelfde, dat mensen vielen en zo. Weer 2 jaar later, 69, weer naar een Old Firm, 2 januari opnieuw. Gebeurde weer zoiets, dat iemand struikelde en weer had je dat al die mensen op elkaar vielen. En dat je zat weer een hoop gewonden. Dus toen dacht de club, we gaan er iets aan doen. Maar die deed iets heel doms, want voorheen, het is een trap. En eigenlijk is die in 7 delen gedeeld, deze oude trap. Dus je hebt allemaal die stalen buizen ertussen, zodat niet iedereen tegelijk daar loopt. Alleen aan de buitenkanten, daar had je gewoon een houten hek. Dus in de vorige gevallen vielen mensen tegen de houten hek aan, maar die vielen op het gras ernaast. Dus toen kwam er eigenlijk een beetje lucht. Dus dat is eigenlijk die 3 keer daarvoor de redding geweest, dat er niet zoveel mensen zijn gestorven. Maar de club besloot om tegen die houten wand beton aan te plaatsen. Dus als je nu tegen die wand aanviel, viel de hout niet meer om. Dus iedereen zat beklemd. En dat is eigenlijk in 71 gebeurde het weer opnieuw. Wat er precies is gebeurd, er zijn verschillende verhalen. Er is gezegd dat een kind van een vader zijn nek viel, omdat het daardoor gebeurde. Wat ik hoorde van iedereen, die trappen waren zo ongelijk, dus je hoefde maar 1 keer mis te stappen. Er werd vooraf flink gedronken, dus dan stap je sneller mis. En mensen vielen, en dat gebeurde nu ook. Maar ze konden niet meer weg. Dus daar werd in die gangen, die werden allemaal eigenlijk op elkaar gedrukt. Als je foto's ziet, dan zie je ook die ijzeren buizen, die mensen uit elkaar, of die relingen, die zijn helemaal verbogen. Alleen die dingen aan de buitenkant, die staan er nog vanwege die betonnen palen. Dat kon niet vallen. Dus toen zijn er 66 mensen overleden. Alle op die trap alleen. Ja, en dat is eigenlijk een hele gekke beslissing inderdaad om daar beton tegenaan te gieten. En het lijkt ook wel trouwens, dus heel iets anders, maar dat het een beetje aan het stadion kleeft. Want ik las ook nog iets over een ramp in begin jaren 1900 bij een Interland. Dat een houten tribune was ingestort door hevige regenval in de dagen ervoor. Dus het lijkt wel een beetje te kleven aan het stadion. Wat ik je net trouwens hoorde zeggen is Rangers Celtic op 2 januari. Is dat een soort traditie? Ja, de eerste. In Engeland heb je Boxing Day. En in Schotland,
kerst is ook groter dan nieuwjaar in Engeland. Maar Schotland is nieuwjaarsdag groter dan kerst. Dus de traditionele derbies, die worden altijd op 1 of 2 januari gespeeld. Dus daarom is het altijd Rangers Celtic of Celtic Rangers op 1, 2 of heel soms 3 januari. En dan is het om het jaar. Dus het ene jaar is het, wat ik zei, in 69 was het Rangers Celtic toen die ramp, die kleine ramp gebeurde. 70 was hij dan weer bij Celtic en het jaar erop was hij weer bij Rangers. En die wedstrijd op de, in 71, ik las meer dan 80.000 mensen, dat is natuurlijk vrij fors. Celtic die neemt de leiding in de laatste minuut, 0-1. Maar laat maakt Rangers nog de gelijkmaker. Het verhaal was ook nog wel, werd ook nog eens aangegeven dat het veroorzaakt zou kunnen zijn doordat mensen eerder het stadion verlieten en bij de 1-1 toch dachten van, weet je, we gaan toch weer even naar binnen kijken die op het gejuich afkwamen. Maar dat is later ontkracht, toch? Dat is eigenlijk al wat je net ook al een beetje vertelde. Maar... Ja, dat is niet, daar zijn geen ooggetuigen van. Het zou gek zijn, want ze stonden, er werd gescoord, dus ze hoorden dat en ze gingen zelf ook juichen. Dat was het eigenlijk, want teruggaan naar het stadion, ja, dat had niet zoveel zin. Dus toen werd er gefeest en eigenlijk wilden die mensen allemaal zo snel mogelijk naar de pub of naar de metro om dat punt, dat late punt nog te vieren. En wat er precies is gebeurd, er is iemand gevallen en dat heeft gewoon een domino effect veroorzaakt. Maar wie het is, dat is allemaal niet bekend. Maar dat verhaal van dat mensen terugkeerden, dat heeft geen één ooggetuige gezegd. Dat is een beetje, dat is ooit één keer gezegd en dan wordt dat ja, zo overgenomen. Dat is een beetje het verhaal wat de politie van Hillsborough ook probeerde. Die probeerde een soort ja, earworm te planten. Zo van, ah ja, dat ligt aan de fans. En zo. En dat was nu eigenlijk ook, want nu kun je een beetje zeggen, ah, dat is de schuld van de fans. De Rangers, de voetbalclub, wilde ook de fans de schuld geven. Terwijl, ja, in principe, ja, het is gewoon achterstandig onderhoud. Ze hadden gewoon, de gemeente had een advies aan Rangers gegeven. Die grasheuvel die je naast zich maakt, die uitgang groter. Dus die grasheuvel maakt dat ook een trap, zodat je er makkelijker uitkomt. En dat hebben ze, ja, dat hebben ze niet pas na 71 is het gedaan. Na die ramp hebben ze die gang afgesloten. En op een gegeven moment was Rangers in de jaren 80 is het gewoon was eigenlijk het veiligste stadion van Groot-Brittannië. Ja, wat is inderdaad, wat jij noemde net al een beetje, wat is eigenlijk de nasleep geweest van deze ramp? Hebben ze daarna direct daar wat, hebben ze dat ook direct daarna verbreed of aangepast? Of, het is gesloten. Ze hebben 2 weken later hebben ze die uitgang 13 gesloten. En hij is pas in 78 echt gesloopt om weg te halen. Maar ze hebben wel, ze hadden op dat moment de manager. Het bestuur waren allemaal oude knarren, daar had je niks aan. Maar de manager zelf op dat moment, die heeft wel ervoor gezorgd dat alles, die heeft sowieso rondom die ramp, deed hij eigenlijk al heel veel goede dingen. Door naar iedere begrafenis zorgde hij ervoor dat daar in ieder geval een speler aanwezig was van Rangers. En zo heeft hij dat eigenlijk helemaal geregeld. Hij heeft ook met dat stadion, het is eigenlijk gek dat de manager dat moet doen. Zou je denken, die doet, maar die hadden vroeger natuurlijk nog veel meer macht. En die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het stadion veel veiliger werd. Want dit was natuurlijk de zoveelste keer. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk geen toeval meer. Dat het continu daar dingen gebeurden. En er zijn gewoon meer mensen die al zeiden, oh, buiten die rampen om. Ik zit als een Schotse groundhopper app. Zit ook een Rangers fan, een oudere fan. Die was ook bij die dag erbij, maar die ging niet via de uitgang. Maar die zei ook, ik ben ook wel eens 4 dagen gelopen. Het was gewoon hartstikke gevaarlijk. Omdat die trappen waren helemaal afgesleten. En ja, je viel daar gewoon heel vaak als je oplette. En als ze tegen, weet ik veel, tegen Motherwell of Dundee United speelden. Dan was het iets minder druk. Dus er gingen mensen, daar gingen rustiger naar buiten. Alleen nu, het is veel drukker. En daarom heb je al mensen die denken, ah shit, ik moet er eerder uit. Om op tijd in de metro te zijn. Of dan ben ik op tijd in de pub. Dus er was altijd al een beetje rondom die Old Firm wedstrijden dat het gewoon daar drukker was. Ja. En dan heb je gewoon eerder rampen. En er is een veel uitgelatere stemming. En die zei ook, ja, het is de Old Firm, de belangrijkste wedstrijd. Dus er werd van tevoren gewoon veel gedronken. En als er dan een goed succes was, was iedereen een beetje uitzinnig vanwege dat resultaat. Dus het was gewoon heel gevaarlijk. Ja, en hoe heeft die jongen dat verder nog beleefd? Heb je daar nog met hem over gehad, behalve dan dat hij erbij is geweest? Hij vertelde, hij zat niet daar, hij zat eigenlijk wel die tribune, maar hij ging aan de kant waar nu het, als je Ibrox een beetje kent, dat is
net de andere uitgang, dus waar dat monument staat nu met dat standbeeld. Dus hij ging er daaruit en zij wisten eigenlijk op dat moment, het was helemaal onbekend wat er gebeurde. Het is echt pas laat werd er bekend hoe er is een ongeluk gebeurd op Ibrox. Maar niemand wist of er mensen waren overleden of dit. Het werd pas later bekend van de volgende dag in de krant stond één krant, die kwam nog een beetje in de buurt, die had iets van 46 mensen zijn overleden. Dus iedereen, oh, allemaal in shock dat er gebeurde, maar het echte aantal was gewoon nog veel hoger. Ja, en had dat dan ook een bepaalde reden dat 46 werd gedaan, of wist men het gewoon ook echt niet? Nee, men wist het niet. Er werd gewoon, ja, op een gegeven moment, de spelers en zo, en of de managers en mensen die er op dat moment bij waren, die wisten wel dat het helemaal fout ging, want je hebt de manager van Rangers, maar ook de Jock Steen, de manager van Celtic, die hebben dode mensen op een brancard vervoerd binnen het stadion. En een van de kleedkamers werd ook dat werd een tijdelijk mortuarium. Dus die zagen wel dat het helemaal niet goed ging. Maar de mensen die, er waren zelfs mensen die het gebeurde achter hun, die geen idee hadden wat er gebeurde. Die zagen mensen vallen, maar dat gebeurde vaker. En die hadden geen idee dat zo, het ging gewoon helemaal mis vanwege die betonnen dingen. En dat er gewoon zoveel mensen op elkaar lagen. Ja, je kunt gewoon niet weg. Dat zie je ook in al die ooggetuigen of die het hebben meegemaakt. Die zeggen zo, je kunt niks doen. Het is gewoon een kwestie van pech of geluk. Je werd als een soort vis in de zee meegestroomd. Als je net mazzel had, en ook wat daar gebeurde. Dat mensen op andere mensen hebben gestaan. En zo is het natuurlijk enorm traumatisch. Je hebt ook, er stond iemand bovenaan die aan de trap. En die zag gewoon voor zijn ogen allemaal mensen sterven. En die zag gewoon het leven uit ze trekken met open gesperde ogen en monden. En dat ze helemaal grijs werden en zo. Maar je kunt niks doen. Hij hield zich vast, die daar stond, die hield zich vast aan een hek om maar niet meegetrokken te worden. Dus dan moet een... Maar er bleef, daarachter had niemand erdoor. Dus er bleven maar mensen komen. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Hillsborough. Dat moment bleven komen. Die hadden geen idee wat er daarvoor gebeurde. En dat was in dit geval ook. Ja, en Hillsborough heeft in Liverpool natuurlijk een enorm litteken achtergelaten. Is dat in Glasgow ook zo? Het is natuurlijk 15 jaar verder. Ik wil niet meer zeggen dat je dan wat minder... minder hoefde beleven, omdat die mensen natuurlijk ook nog gewoon leven. Maar heeft dat dezelfde litteken achtergelaten als in Liverpool? Nee, en ik denk dat dat een paar redenen heeft. Wat ik zei met Liverpool was echt, de volgende dag stond in de Sun gewoon dat het aan de fans lag. En dat die verhalen verzonnen van dat er zakken werden gerold, dat er op lijken werd gepist en dit soort dingen. En dat is natuurlijk daar, dus dat is veel, in principe veel traumatischer. En dat is in Glasgow nooit gebeurd. Het was snel, er is een ramp gebeurd. Er was al snel duidelijk waar het aan lag, aan die uitgang. En dus daar is minder gespeeld. En je hebt wel een begin gehad dat net bij Liverpool en Everton, die kwamen wel echt samen. Dat is ook heel even bij Rangers en Celtic geweest. Die Jock Steen, die stuurde ook heel veel spelers mee naar die begrafenissen. Dus dat die spelers van Rangers, ja, het is natuurlijk vrij zwaar. Je bent begin 20 en dan moet je naar zo'n begrafenis toe. Dus hij zorgde ook vaak voor dat er ook een Celtic-speler bij was. Dat je in ieder geval met z'n tweeën bent. En dus zo probeerde hij dat allemaal te regelen. Hij schreef ook naar de rand in de Celtic View. Dat is zo'n blad van de club. Daar schreef hij de keer erop in zijn column. Hij zei, oh, hopelijk brengt dit de stad samen. En is het sectarische wat minder belangrijk. En dat is ook, maar dat is maar heel even geweest. Op een gegeven moment ging het toch weer om. Omdat je gewoon die twee streden altijd onder de titel. Dat het toch weer werd van... Ja, haat tegen elkaar. Al is het nog steeds zo van, net zoals in Liverpool, het is, sommigen doen het, maar er worden niet echt grappen over gemaakt. Van net zoals Man United zingt over Hillsborough en Liverpool zingen ze over München. Dat gebeurt wel over Ibrox, maar niet, eigenlijk maar heel zelden. Het is ook een beetje, ja, het lijkt nog een soort taboe te zijn. Ja, nou, en op zich ook wel logisch natuurlijk. Ja, 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 ja. En ja. Zeker bij de oudere generatie, uit die tijd. Dat is echt van, ja, daar kun je over hebben. En heel veel mensen kenden ook elkaar natuurlijk. Er waren, je hebt het verhaal van die, je had 8 tieners. Die woonden in een dorpje, dat is in het oosten van Schotland. En die woonden allemaal in dezelfde straat. En 5 ervan waren voor Rangers en 3 voor Celtic. Maar dat waren gewoon vrienden. En die gingen ook allemaal naar deze wedstrijd, maar wel in verschillende supportersbussen. Dus 5 gingen in de Rangersbus en 3 in de Celticbus. En na de wedstrijd kwamen ze terug.
De Celtic bus. En toen werd er wel gevraagd, ja, er is iets gebeurd bij Ibrox, maar ze wisten nog niet precies wat. Alleen toen kwam de Rangersbus terug en daar zaten die vijf vrienden van hen niet bij. Maar op dat moment dachten ze nog, ah, die hebben hem gemist. Die hebben natuurlijk, die zijn opgehouden vanwege dat ongeluk wat daar is gebeurd. En die zijn niet meegekomen. Dus die drie Celtic fans, die gingen naar het station op de laatste trein wachten, zodat ze daar hun vrienden konden opvangen. Maar de laatste trein kwam aan, er zat niemand in. En toen werd het wel duidelijk van shit, er is iets niet goed. Ze zijn of gewond, of er is iets gebeurd. Maar dat ze waren alle vijf uiteindelijk overleden. Dus dat is er echt, ja, zo'n klein dorp, de Mark Inch heet het. Daar wonen maar 2000 man. Ja, dat heeft er enorm ingehakt. Want dat is gewoon, ja, iedereen kent elkaar daar. En ja, je bent ineens vijf jongeren kwijt. Dan heb je allemaal van die verhalen erachter. Een van die jongens mocht eigenlijk niet gaan voor zijn vader. Maar die vader die vond de old film veel te gevaarlijk. Alleen zijn moeder zei ze, ja, hij had heel goede punten gehaald op zijn rapport. En zei zijn moeder, ah, laat hem toch gaan vanwege dit. Dus je moeder heeft een leven lang schuldgevoel gehad, want daardoor ging hij. En een andere jongen die ging, hij is een tweelingbroer, die wilde beide naar die wedstrijd toe. Alleen er was maar één kaartje. Ze hebben ze geloot. En ja, die ene die won, of die ene die verloor, dat heeft zijn leven gered. Maar hij is wel zijn tweelingbroer kwijt. Dus het is, dat natuurlijk heeft dat heel lang nog geleefd. In dit dorp kun je ook dat is ook een monument voor die vijf. En een van die Celtic fans leeft nog steeds en die onderhoudt het nog steeds altijd. Dus, En dat, ben je daar wel eens geweest? Nee, ik ben er nooit in Mark Inch geweest. Nee. Daar wil ik een keer naartoe. Om het gewoon, ik wil nu, ja, ik mag niet reizen, maar als ik een keer daar in de buurt ben, dan ga ik daar wel kijken. Dus, ja. Hey, en wat kun je vertellen over de elftallen van toen? Je noemde net al Jock Steen, zeg maar, legendarisch manager natuurlijk. Maar over een Rangers Celtic zitten bekende namen, grote namen of mensen die wat bereikt hebben? Ja, in die tijd waren natuurlijk grote namen. De Celtic had 3,5 jaar eerder daarvoor de Europa Cup 1 gewonnen. En met Jimmy Johnson, die trouwens ook de 0-1 maakte die dag. En ja, die had al die naam, die zaten daar nog, want Kenny Dalglish was toen, ik geloof, 19 of 20, maar die zat nog niet in de elftal, omdat hij nog niet die andere spelers eruit kon spelen op dat moment. Dus dat was een heel goed team. Dat is ook in 1970, ja, dat is een half jaar daarvoor, stonden ze ook nog in de Europa Cup 1 finale tegen Feyenoord. En dat was gewoon echt een topteam. En Rangers zou anderhalf jaar later de Europa Cup 2 winnen. Dus dit was eigenlijk een beetje, ja, zeg op dat moment, een soort El Clasico van Europa. Dit waren gewoon twee absolute topteams tegen elkaar. En dus ja, na zo'n wedstrijd, ja, dan wilde iedereen bij zijn in Schotland. Schotland was er nooit zo goed als in die tijden. Dat is een opmerkelijk feitje. Jij noemde net Kenny Dalglish. Zat op de tribune tijdens deze bewuste wedstrijd. Speelde in de finale tegen Juventus met het Heinzeldrama. Ja. En was manager van Liverpool op Hillsborough. Dus die heeft het geluk wat dat betreft ook niet aan zijn kant. Nee. Ja, die heeft echt. Ik denk ook dat hij voor Hillsborough heel veel heeft afgekeken bij Jock Steen. Hoe die zich toen heeft opgesteld rondom die ramp. Met spelers naar begrafenissen sturen. Ervoor zorgen dat er altijd iemand aanwezig was bij iedere ding. Dat heeft hij natuurlijk gezien. En wat hij heeft datzelfde gedaan rondom Hillsborough. Ja, daar wordt hij ook voor geroemd, hè? Zeg maar. In Liverpool, ja, wordt hij daar natuurlijk ook. We hebben die vraag een keer eerder gesteld in een andere podcast. Wat maakt hem nou, zeg maar, een soort van Mr. Liverpool? En is dat het eerste wat meestal naar boven komt? Los van zijn voetbalkwaliteiten. Ja, nee, ook zeker. Ik denk ook dat voor veel mensen. Wat je ook wel eens terugleest, in ieder geval bij de Ibrox ramp ook en ook bij Hillsborough, dat heel veel mensen het waardeerden dat de club, of de clubs in dit geval, toch mensen stuurden. Dat ze niet gewoon zagen als, ah, jammer dat dit is gebeurd, maar het boeit ons niet. En zo heeft de club laten zien van, ah, ja, wij vinden dit natuurlijk ook vreselijk. Dus ja, Kenny Dalglish, die heeft drie stadionrampen meegemaakt. Dat is wel. Nou ja, dat is misschien een mooi bruggetje, zeg maar, naar de andere rampen die we kennen. Welke kun jij nog meer? Want jij noemde Bradford al. Er is ook een mooie documentaire een keer overgemaakt in Andere Tijden Sport, zeg ik dat goed? Ja, in ieder geval wel door Tom Egbert. Ja, die is misschien wel bekend bij de luisteraars. Ja. Maar welke, ja, nou, we hebben Hillsborough genoemd, Heinzeldrama hebben we natuurlijk genoemd. Maar in
Welke ken je nog meer vanuit, bijvoorbeeld vanuit Groot-Brittannië of in Engeland? Ja, je had natuurlijk, je hebt Burnham Park gehad, dat was voor mij 46. Dat is ook 33 mensen, geloof ik, overleden. Dus ja, het gebeurde, maar dat is ook vaak dat er soms als een muur omviel, bij Middlesbrough een keer een muur omgevallen, dat er mensen stierven. Die stadions waren gewoon levensgevaarlijk destijds. Wij klagen altijd, de kaartjes zijn zo duur tegenwoordig. En moet je eens kijken hoe goedkoop dat ze toen waren. Ja, dat is zo. Maar er werd ook totaal geen onderhoud gedaan in die stadions. Het waren echt, ja, wat die schot zei die erbij was, het waren death traps. Hij is ook heel erg van, als wij wel eens in die app zitten over, ah, was het toch jammer dat die stadions zijn vernieuwd. Hij zegt, ieder nieuw stadion is beter dan het oude. Het waren hartstikke gevaarlijke stadions. Zegt hij, levensgevaarlijk. Hij zei, hoe vaak dat er rampen net zijn voorkomen. Zelfde op Hillsborough, dat was Tottenham Wolves. Die Tottenham fans, die hadden net zo goed platgedrukt kunnen worden. Die hadden eigenlijk ook die ramp mee kunnen maken. Zo gevaarlijk was het stadion. Allemaal, maar het interesseerde zo'n overheid ook niet. Hè? Thatcher noemde de voetbalsupporters de enemy within. Dus boeide ze echt totaal niet. Voetbal was voor de working class. En die moesten het maar uitzoeken. En dan konden ze elkaar de hersens in slaan. Gaan we naar die death traps. Dus, en zeker als, toen die hekken daar kwamen, het werd nog gevaarlijker natuurlijk. Nu, stel er zou eens iets gebeuren, dan kun je het veld oplopen. Maar destijds was het gewoon heel gevaarlijk. En Bradford zat natuurlijk hartstikke hoog op die tribune. Ging hartstikke snel met die houten tribune. En dat is trouwens hetzelfde. Dat is ook heel vaak gezegd. Ruim die rotzooi. Er ligt rotzooi onder die tribune. Als daar iets gebeurt, fik die tribune af. En toen zei Bradford, ja, maar we gaan hem slopen in de zomer van 85. En net die laatste wedstrijd gebeurde het. Dus ja. Ja. Maar, nou ja, en ik kan me nog herinneren. Wij zijn toevallig een paar jaar geleden naar de Sheffield Derby geweest. Hè, waar we allebei aanwezig waren. Jij stond aan die kant van Leppings Lane. Ja. En ik kan me nog wel herinneren dat jij toen nog wel zei van, eigenlijk is hier helemaal niet zoveel veranderd. Ja, los van dat de hekken weg zijn natuurlijk. Ja. Maar voor de rest qua toegang en uitval is eigenlijk exact hetzelfde gebleven. Ja. Dat is wel gek eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Er is veel vernieuwd. Alleen Leppings Lane is nog steeds die dunne, die smalle uitgangen en zo. Dat ja. Nog steeds, ja. Maar inderdaad, je kunt nu het veld op. Dat is het verschil. Ja, want uiteindelijk is het wel zo, als we naar al die dat soort type rampen kijken, eigenlijk heeft Hillsborough wel een hele hoop veranderd. Geen staanplaatsen meer, zitplaatsen, dingen ja. Aangepakt. Klopt dat een beetje? Dat gevoel heb ik erbij. Ja, ja, dat was ook een eis natuurlijk vanuit het rapport. In principe niet dat staanplaatsen weggingen. Alleen dat stadions veiliger moesten worden. En toen dachten clubs, als je allemaal in zitplaatsen doet, dat is een stuk veiliger. Wat ook gewoon klopt. Dan kun je alles veel beter controleren en zo. Dus dat is daar het idee achter geweest. En ja, nu zijn staanplaatsen vrij uniek geworden. Ja, het is ook die beelden van die oude stadions, zo'n volle staantribune, dat is hartstikke mooi. Inderdaad. Maar ik heb ook vaak van, nou ja, ik zou er niet per se tussen hoeven te staan. Ik kijk er dan liever naartoe. Want ja. Het is. Ja, je hebt nogal een zwakke blaas natuurlijk. Dus dat is. Ja, vroeger piste je gewoon de tribune. Ja. Ja, op de kop had je befaamde gele rivier. Dus je piste ja. Gewoon en dan stroomde dat naar beneden. Ja. Hey, en even terug naar Ibrox en of Rangers. Wat maakt Ibrox zo mooi? Of is Ibrox mooi? Lijkt dat eerst eens vragen als stadion? Ja, ik vind die hoofdtribune, het is natuurlijk Archibald Leeds, wat mijn fetish is. En die hoofdtribune, dat is een monument. Dus daar mogen ze ook niet echt veel aan veranderen. Ze hebben wel een extra dak erop gezet, of de dak erop gezet. Maar voor de rest is het gewoon, ja, die façade, dat is gewoon nog net zoals Leeds hem ooit heeft gemaakt. Dus dat maakt het zo mooi als het eraan komt. Het heeft wel een echte, ja, echte grandeur. Archibald Leeds was ook een Rangers fan, hè? Dus die heeft ook extra veel, ja, daar moeite in gestoken om dit zo. En wat hij ook goed deed, je hebt in Fulham, daar is ook een Archibald Leeds. Maar die past bij de omgeving, een beetje sprookjesachtig en zo. En Glasgow, Govan ook, die wijk waar het is speelt, heel industrieel. Dus hij heeft voor een industriële façade gekozen. En dat vind ik zo mooi in dat stadion. Ja. Op die tribune, het is mooi om naartoe te kijken, maar het is ook mooi om een keer op te zitten. Al heb je niet heel veel beenruimte, maar het heeft wel iets om daar, ja, ja, een oud gevoel is het. En hoe vaak ben je er geweest op Ibrox, denk je? Ah, ja, dan moet ik even de ground-up app pakken. Ik denk een stuk of 10 keer.
Ja, en allemaal old firms of ook gewoon andere wedstrijden? Nee, ook andere wedstrijden. Ik ben een keer met de man uit Twente, het was Rangers Strenraar, ben ik in het uitvak gaan zitten. Ik ben een keer Rangers Hips geweest in het uitvak, in Rangers Modderwell, ook in het uitvak, samen met Abe Molenaar onder andere. Dus nee, ik heb er vaak gezeten en ja, dus, en ook een aantal old firms inderdaad. Het is tegen Hart ben ik er geweest. Dus ik denk een stuk of 10 keer. Oké. Hey, en we hadden het net over een beetje over verdrukkingen en we hebben het natuurlijk over de rampen en dat soort dingen. Ben je zelf wel eens in een situatie geweest dat je dacht van oei, dit kan wel eens even gevaarlijk zijn of ook uiteindelijk gevaarlijk geworden is? Ja, het is waar ik het zelf heb gezien, dat is in Argentinië, Nueva Chicago, dat die gasten ineens messen trokken en toen iedereen in totale paniek weg ging rennen. Dus je zag ook mensen struikelen en vallen. Echt zo'n puur, dat is die running battles die je vroeger wel eens zag. Eigenlijk wat die Liverpool fans toen op de Heysel hebben gedaan. Yeah. Dan ren je naar de tegenstander om een vak over te nemen. En dat zag je, daar leek dit wel op. Dat die mensen wegrenden. En zelf op een, ik heb ooit bij Exeter Plymouth was ik. En toen stond ik op een staantribune en dat was ook wel heel, die stond wel heel vol. Dat ik dacht van, nou, dit is eigenlijk helemaal niet meer aangenaam. Dat je echt bijna geen ruimte had. Nee. Dat iedereen voor je stond. Dus maar niet dat ik ooit een zelf heel gevaarlijke situatie heb gehad. Maar we zeiden wel naar de rand bij Exeter Plymouth. Zo van, nou, dit is niet echt aangenaam. Eigenlijk hadden we liever willen zitten. Het is mooier om die tribune te zien. Maar het was echt heel druk waar wij stonden. Ja, nou, ik kan me nog van vroeger wel heugen op de B-site. Er is overigens maar één echte B-site natuurlijk. Die stond in Deventer, of die staat in Deventer. Nou ja, die andere is niet. Dat is, nee, hè, dus... geen voetbalstad, Breda. Nee, hè, dat heb ik ook gehoord. En, ja. Maar dat je, weet je, ook als wat kleine jongetje, dus de impact is denk ik ook wat groter en ook in herinneringen wat groter gebleven is. Maar dat je ook nog een bepaalde ongeschreven hiërarchie, hè, de grote jongens stonden vooraan en je begon eigenlijk achteraan. Maar als er dan gescoord werd, werd er wel massaal, weet je, opgetild, ook echt de hekken in. Maar het was natuurlijk niet zo vol. Maar ik kan me ook nog wel een keer een situatie herinneren dat je in de B-side kwam je van de bovenkant op, van de achterkant, zeg maar. En dan kon je zo naar beneden lopen. Maar dat er een keer wat gemier en gemattel was geweest. En dat de politie besloot, of de ME, wie dat was, maar om met traaggas te gaan spuiten of te gaan gooien. En toen brak wel een beetje de paniek bij, vooral de mensen bovenuit. Omdat je natuurlijk traaggas in je ogen, ik weet niet of je het wel eens gehad hebt, maar ja. Je kan wel leukere dingen verzinnen. Nee, en toen brak wel een beetje... Dan krijg je ook wel eens ineens een beetje die paniek, omdat het daar ook altijd vol was. Maar de enige keer dat ik dat echt gehad heb, was bij, inmiddels 4,5 jaar geleden, bij Racing Independiente in El Cilindro. Twee keer geweest, moet ik nog even zeggen natuurlijk. Ja, ja. Maar toen kwamen wij, omdat we daarvoor hadden we de superclassico tussen Boca en River. En toen moesten we relatief snel naar, 2,5 uur, nee, 1,5 uur later was dan Racing tegen Independiente. Of 2 uur later, maakt even niet uit. Als klinisch vinken dit. Nou ja, het was wel even haasten. Dus wij kwamen relatief laat aan bij het stadion. Dus eigenlijk zat iedereen, dat heb je zelf ook wel gezien bij die grote wedstrijd. Men gaat bij die grote wedstrijden best wel vroeg naar binnen om een goed plekje te bemachtigen. En wij waren relatief laat. En dus kwamen we, waren sowieso kaart voor de tweede ring achter de goal. En we kwamen er aanlopen en het was standpuntsvol. Dus nou, weet je probeert een beetje je weg te vinden. En uiteindelijk ga je dus vanuit de achterste lijn, wring je een beetje naar voren. Maar op een gegeven moment merkte ik al, als ik nu mezelf laat vallen, er gebeurt er niks. Ik zit zo strak, er zat iemand met mij achter mij met een bromhelm onder zijn shirt, dat voelde ik. En voor mij zat iemand, links en rechts zat iemand van mij, dus ik kon eigenlijk nergens heen. En toen kwam op een gegeven moment, halverwege de eerste helft, kwam er een groepje fanatiekelingen binnen. Ik heb geen idee wat de pickorde daarvan was, maar die stormde gewoon met een mannetje of 10 dwars door die meute heen. En je zag die hele meute, waaronder ik zelf ook, eigenlijk zeg maar, op de tweede ring zo naar beneden vallen allemaal, tegen die hekken aan. En gelukkig was er nog net genoeg ruimte. Maar ik moest direct terugdenken aan... en toevallig was dat ook rond de datum van de Hillsborough-ramp. Dat was in april. Moest ik daar direct aan terugdenken. Goddorie, je wordt gewoon helemaal... Je kunt nergens heen, hoe groot en sterk je ook bent. Maar doordat een paar gekken zeg maar de hele boel op stel te zetten... zie je ineens de hele massa zo naar voren drukken. En daarna ben ik maar... dacht ik van, ik ga maar even wel wat naar achteren. Maar dat vond ik toen wel dat ik dacht van... Oei. Dan heb je toch met zitplekken of de staantribunes die wij hier in Nederland kennen, hebben we toch allemaal wel wat beter voor elkaar. Ja, ik dacht net, toen jij het net zei dat je niet kon bewegen, dat had ik bij Boca. Daar stond ik ook op die staantribune en die was ook zo ontzettend vol.
En dat was ook gewoon, daar kon je eigenlijk niet bewegen. Dat, wat je zei, ik kan me kunnen laten vallen, maar ik was blijven staan. Er stond echt iemand voor mij gedrukt, achter mij gedrukt. Alleen daar gebeurde gelukkig werd het 0-0. Dat is altijd een Argentinië. Dus er werd niet echt gejuicht, maar dat was ook van. Dus ik dacht van shit, voor mij hebben ze veel te veel kaarten verkocht. En dat kon echt hoe drukker dat was. Het was echt zo vol, maar dat is misschien samen Exeter de enige keer geweest dat het zo ontzettend vol was, ja. Dat je denkt, oh, ik snap aan de normale toeristen liever gaan zitten. Want dat is eigenlijk ook wel een stuk veiliger dan hier. En dan stond ik nog niet eens bij La Dutje. Maar aan de andere kant. Je kunt je nagaan inderdaad, als, wat jij terecht zegt, als er gescoord zou worden. Hè? Weet je, ik ken ook wel die beelden vroeger van Real Madrid bijvoorbeeld op tv. Als er dan gescoord werd, liep ook iedereen naar voren, hè? Achter die goal, dat soort dingen. Ja, dan moet je ook maar net bij de tijd zijn dat je net niet die goal mist of zo. En dat je ineens vol overlopen wordt. Ja, dat zie je ook op die oude beelden van Liverpool. Die kop, dat ze daar swaying aan doen zijn. Ja. Om het zin te helpen. Maar dat zie je ook wel als we ze alle zo naar voren vallen. Dan zijn we op en neer en dan denk ik ook altijd, je wil daar niet de volgste zijn. Nee, er is dus bovenin of ergens midden in een geinpodium die je denkt van, ik ga nu even, die is wat steviger dan de rest, die gaat gewoon bewegen. Ja. En dat heeft gewoon zo'n sneeuwbaleffect. Over Ibrox, zijn daar bijvoorbeeld nog documentaires aan te raden of boeken aan te raden? Of misschien wel, jij bent er nu geweest. Stel nou dat je toch in de buurt bent, ga dan even daar en daar kijken om daar iets van mee te krijgen. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit een documentaire. Ik weet dat er wel documentaires over zijn gemaakt. Dus, maar ik weet er zo zelf geen zo één uit mijn hoofd. Maar dat is, Google is je beste vriend. Ja. Dan zou ik het vinden. Ook boeken zijn erover geschreven. Je hebt die grote Leeds-tribune en daarnaast hebben ze in 2001 hebben ze een standbeeld neergezet van John Creek, de beste speler van hun aller tijden. En daar is een plakkaat op gezet met die 66 namen en dan ook die twee andere rampen staan ook op van 1902 en 1961. Dus daar kun je even kijken. Het is een heel mooi stadion. Als je daar een stadiontour kunt doen, daar binnenin, dat is nog allemaal ouderwet Leeds. Dus dat is wel de moeite waard om te doen. Oké, dus ze hebben ook echt nog gewoon een stadion tour vanuit de club. Dat je gewoon, wat alle grote clubs een beetje hebben, zeg maar. Ja. Ja, dat is, als je daar geen wedstrijd kunt zien, zou ik dat doen. Dat is wel de moeite waard. Glasgow, voetbalstad, uiteraard geen discussie over mogelijk. Rangers, Celtic, heb jij een voorkeur? Ja, ik heb een sterke voorkeur voor Celtic in deze. Waar zit hem dat in? In 88 speelde PSV de Europa Cup 1 finale. En toen lieten ze op de NOS oude beelden zien van oude finales. 1-0 was Celtic Inter. En zag je de verhalen ook achter van dat al die spelers in een straal van 20 of 30 kilometer rond het stadion zijn geboren. Dat vond ik wel leuk. En dat ze... Ja, ik heb altijd wel iets met... Destijds had ik al wel iets met Schotland, Engeland en zo. Dus eigenlijk daardoor komt het. Dus, Niet de shirts of dat soort dingen, zeg maar. Ja, de shirts vond ik ook mooi. Later zijn er gestreepte en zo. Dus Maar als je qua stadions moet kiezen, kies je denk ik voor Ibrox, denk ik, of niet? Ja, ik denk dat Ibrox puur qua stadion... Celtic Park is ook wel imposant, hoor. Dat is als er vol zit met een Europese wedstrijd, dat is echt... Dat vind ik dan qua sfeer beter dan Ibrox. Omdat je dan nog meer mensen, iedereen achter staat. Maar Ibrox vind ik puur qua stadion mooier. En ik vind ook de Old Firm is beter op Ibrox. Want Rangers haat Celtic meer dan Celtic Rangers haat. Dus het is altijd beter, net zoals Feyenoord-Ajax of Ajax-Feyenoord. Kun je het best in de Kuip zien. Feyenoord is een groot rekening aan Ajax dan omgekeerd. En dat is ook bij Rangers en Celtic. Dus ik vind dan, dat is nog intenser. Dus... En waar zit hem dat in? Zit hem dat in de successen van Celtic? Of, Ik denk dat je het eigenlijk meer in het sectarische moet zoeken. Bij Celtic zijn altijd protestanten welkom geweest. Jock Steen was een protestant. Ze hadden heel veel protestantse spelers hebben ze altijd gehad. En bij Rangers heb je heel lang gehad dat katholieken gewoon... Ja, die mochten niet komen. Dat is pas in 89 door Graham Souness veranderd. Maar voorheen was dat gewoon verboden. Dus ik denk dat daarom
Er is zo'n afkeer tegen Celtic, katholieken en zo. En dat zit nog wel in die club. Dat merk je wel. Je hebt ook als zo'n, ja, hetzelfde als een Poolse keeper, Arthur Boric. En die sloeg dan een kruis. Dus een katholiek teken. En die gast is helemaal gek. En denk ik, hoe kun je dan nou zo op happen iedere keer? Maar voor ons als buitenstaanders is het daarom interessanter om hem daar te zien. Want ja, snap ik. Ik zat ook daar een keer met GJ, die ken je ook wel, die heb je in Delft ontmoet. Ik had twee kaarten geregeld voor Rangers Celtic, van een Celtic-fan die daar, die werkt, die doet klusjes bij Rangers. In, die zorgt ervoor dat er geen duiven en zo allemaal zitten, dus een pesticidenmandje. Maar die wilde niet naar die wedstrijd, die zei, ik ga niet bij de Rangers-fans zitten, dus ik kon die kaarten overnemen. Dus ik had ze gevraagd of iemand zin had om mee te gaan. Dus had ik hem meegenomen. En achter ons zat iemand die keek eigenlijk niet in de wedstrijd. Die keek heel de tijd met walging naar die spelers van Celtic en naar het uitvak. Die werd gewoon, toen scoorde Rangers ook, Rangers won met 1-0. Maar hij was ook niet eens blij. Hij was gewoon zo verafschuwd dat hij, je zag die kop. Wij noemden hem ook, hij had zo'n rood-blauwe muts op. Wij noemden hem ook de haatmuts. Maar die had zo'n afkeer tegen dat, dat ik dacht van, zijn dochter zou eigenlijk met de katholiek thuis moeten komen. Dat zou eigenlijk, dan wordt hij helemaal gek. Maar zo intense haat was dat. Eigenlijk is het ook gewoon niet gezond. Ik vind die eigenlijk is daar Glasgow, dat is een mafkees allemaal. Dat is helemaal geobsedeerd door geloof en zo. Dat is overigens niet alleen de Rangers fans. Dat is Celtic fans ook. Die, dan vragen ze op welke school je hebt gezeten. Want dan weten ze of je protestant of katholiek bent. En dat soort dingen. Dus het is eigenlijk heel sectair. Het is eigenlijk een heel ongezonde samenleving. Ja. Maar dat soort dingen maakt het wel voor ons vinkers interessanter. Maar dat heeft een extra iets. De Old Firm, dat is gewoon, dat is niet alleen die wedstrijd. Dat is in heel die maatschappij hier. Je hebt die pubs waar alleen Celtic en Rangers fans toe gaan. Je hebt zelfs pubs, daar heb je een ingang voor protestanten en een ingang voor katholieken. Zit beide aan één kant van de bar. Dus ja, dat is allemaal wel vrij extreem. Ik ben blij dat we dat in Nederland niet hebben. Nee, ik kan me ook bijna nergens anders op de wereld voorstellen waar dat op die manier zo samenleeft en zo heftig op elkaar reageert, zeg maar. Ja, je maakt het erg groter. Ik vergelijk het net als IJsselmeer, volgens mij Spakenburg. Die hebben er ook. Dan gaat er wel een ander niveau natuurlijk. Maar dan gaat het Spakenburg, bouwt een nieuwe tribune. Dan bouwt IJsselmeervogels binnen een jaar ook een nieuwe tribune. Dan doet IJsselmeervogels een nieuwe kantine door de Spakenburg. Ze maken elkaar groter. Dat merkte je ook op het moment toen een Rangers failliet. En dus er zat Celtic op het hoogste niveau zonder Rangers. En je merkte dat eigenlijk ze misten gewoon Rangers. Ze hadden gewoon, ze konden heel makkelijk kampioen worden. Dus dat team werd ieder jaar slechter. Want ja, wow, we kunnen gewoon onze beste spelers verkopen. We kunnen gewoon Bras voor terughalen. Want dat maakt niks uit. We worden toch wel kampioen. En pas toen, toen kwam Rangers, of dan de doorstart van Rangers. Die kwam weer op het hoogste niveau. En toen merk je ineens van bam, Celtic ging hartstikke veel investeren. En die waren toen ook, die wonnen het ook met een keer maar 5-0 en 5-1 van Rangers. Want ineens was die motivatie terug. Dus die hebben elkaar gewoon nodig. Ook Celtic en Rangers fans, die lullen 90% van de tijd over elkaar. Die hebben het continu over elkaar. Daar word je helemaal gek van. Dat is echt niet normaal. En dan doet de ene iets fout. En dan gaan ze op een moral high horse zitten. En dan doen ze zelf zoiets. Precies hetzelfde, maar dan wordt het niet benoemd. Het is echt, en ze denken allemaal in complottheorieën. Bij Rangers denken ze allemaal dat er een Iers vennoot, geheim genootschap achter zit. En bij Celtic denk ze dat vrijmetselaars alles organiseren. Dan zegt je wordt er helemaal gek van. Dus ik hoop, stel ik krijg ook een kind, dat die gewoon voor hips of hearts wordt. Maar ja. Voor Celtic of Rangers. En dan je echt helemaal gek van. Dan maar geen succes. Maar dat is nee. Nou ja, als ik het zo hoor, dan gaan we afronden, Joris. Maar als ik het zo hoor, dan is er genoeg input voor een boek, inderdaad. Ja, maar dat gaat volgens mij niet komen. Dus nee, maar ik heb een idee dat hij nog wel ooit een keer gaat komen. Als ik ja, het misschien hoor. Ooit. Ja, het is alleen, wat ik ook mee zit, je wordt soms helemaal ziek van die complottheorieën, van de gezeik over elkaar en zo. Dus het is, ik zit er misschien zelf wel te diep in, dat ik op een gegeven moment, voordat ik hierheen kwam, had ik dan nog niet zo. Maar nu ik hier woon, denk ik ook wel eens van, oh, houd toch op met je gezeik de hele tijd.
En dat is echt gewoon wel aan beide kanten. Dus ja, dus dan denk ze, ik weet niet eens of ik daar een boek over zou willen schrijven. Eigenlijk. Is er een, eigenlijk iemand anders het moeten doen. Is er een derde club in Glasgow? Ja, Partick Thistle. Ja, de andere clubs zijn wel maar leuk. Je hebt Partick Thistle. En je hebt Queen's Park, de oudste club van Schotland. Eigenlijk de club, dankzij Queen's Park spelen wij het voetbal zoals we nu doen. Voorheen was je pakt een bal en je dribbelde totdat je hem verloor. En Queen's Park die introduceerde de passing game. Dus het tiki-taki, dat komt eigenlijk van Queen's Park. Uit Schotland. Ja, uit Schotland. Die waren ook heel goed. Die Engelse clubs, die kochten ook heel Schotland leeg. Op een gegeven moment had je wedstrijd tussen Hearts en Sunderland. Die waren beide kampioen van hun land. Om wie nu de sterkste club ter wereld was. En Sunderland speelde ook gewoon met 11 Schotten. Ook Preston North End, de eerste, waren Invincibles. Niet Arsenal heeft dat gestolen, maar die waren er niet. Oh, is dat zo? Vertel eens. Ja, die zeggen dat zij de Invincibles waren, maar dat is natuurlijk Preston North End. En Arsenal speelde gewoon wel heel veel gelijk. Dus ja, terwijl Preston North End, die hadden allemaal die Schotten. En die wonnen dat seizoen. En ja, iedereen had wel heel veel Schotse spelers. Dat was omdat die namen de Queen's Park School over van dat Pasen. Dus die waren die waren gewoon heel goed op dat moment. En die club was tot aan dit jaar amateur. Dus dat is ook heel knap. Ze konden overleven in de league als amateur. En Hampden Park was van Queen's Park. Alleen hebben ze dat moeten verkopen aan de Schotse Bond. Een smerige streek van de Schotse Bond. Die hebben gezegd, wij willen dit voor een bodemprijs overnemen. Anders gaan we mooi op Murrayfield spelen in Edinburgh. En die club die had nooit zelf, als ze het niet konden verhuren aan de Schotse Bond, dan kan die club nooit het stadion onderhouden. Dus ze hebben het moeten verkopen aan de Bond. En nu wordt Queen's Park is huurder. Totdat hun stadion wat ernaast ligt, Lesser Hampden, totdat klaar is. En toen heeft de club besloten, ja, hun unique selling point voor spelers was, dan kon je als speler, je was wel amateur, maar je speelde in het nationale stadion, waar 50.000 man in kunnen, 52.000 man zelfs. Dus dat, heel veel spelers vonden heel interessant. En ze hebben een hartstikke goede jeugdopleiding. Die Andy Robertson van Liverpool komt bijvoorbeeld van Queen's Park. En ze hebben ze meer, ze hebben redelijk goede voetballers. Alleen ja, als ze op Leicester Hampden spelen, dat kleine stadion ernaast, dan zijn ze helemaal dat unieke kwijt. Dus heeft de club besloten, ja, we hebben geld van de bond gekregen. We worden ook een semi-prof club. Dus die unieke status is weg. Maar dat is ook een, ja, dat is ook een heel interessante club eigenlijk. En naast Hampden heb je Catkin Park, waar Turf Monarch speelde. Dus dat is een heel groot spookstadion. Ooit ook een echte topclub in Schotland. Werden in 1961 nog derde. Maar in 1967 waren ze. Zijn ze eigenlijk de nek omgedraaid door de eigenaar. Iemand nam die club over. En die heeft ze bewust kapot laten gaan. Zodat hij flats kon bouwen op de plek van dat stadion. Maar de gemeente zei, nee, dit gaan we niet doen. En toen zat hij ineens. Had de club kapot gemaakt. En had het stadion. Dus toen is hij maar. Toen is het dus uitgenaaid en hij heeft heel snel daarna een hartaanval gekregen en is overleden. Alleen die club die was gewoon weg. En die hoofdtribune werd door Nets in de fik gestoken. Dus er was ook niks voor om naar terug te gaan. Het stadion ligt er nog steeds. Je ziet de staantribunes en zo zijn er nog. Dus dat is ook een heel leuk iets om even naartoe te gaan. Want dan, je ziet het stadion nog echt. Het is niet lastig om voor te stellen hoe het ooit was. Want daar kon ook heel veel 50, 60.000 man in. Dus ja. Dus eigenlijk is het denk ik prima te doen om een goede voetbaltrip te doen, een weekend Glasgow. Ja. Ja, eigenlijk moet je een beetje hopen dat er iets wordt verschoven. Dat je vrijdag of zondag naar wedstrijd kunt. En dan kun je zaterdag naar een van die kleinere clubs, Queen's Park of Partick Thistle. En je hebt ook daar heel veel semi-profs is eigenlijk. De juniors was er voor een. Pollock is zo'n club. Heel mooie staantribune, oude dingen. Ze hebben er heel veel interessante kleine clubs zitten. Dus, en Glasgow is een heel leuke stad. Kun je heel goed stappen en zo. Al een beetje bij gekke. Edinburgh is een beetje posh, maar Glasgow, dat is meer koekenbak. Dus ja, dat is wel eigenlijk de leukere stapstad. En dat kan ik niet hard zeggen, want ik woon samen met iemand uit Edinburgh. En die is natuurlijk anti-Glasgow. Nou, dat lijkt me een hele mooie tip om deze podcast mee af te ronden. Joris, bedankt weer. Ja, geen dank. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of SoundCloud en laat een recensie achter.
Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.